Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er zijn. We gaan beginnen met de sportquiz. Het zijn 50 vraagjes. We hebben 4 verschillende teams. S, Bonnie en Ronnie, Peppy en Kokkie en Jut en Jo. Dus succes allemaal. En we gaan beginnen met vraag nummer 1. 50 vraagjes over sport. Wie zie je hier? Dat is een foto en wie zien we hier? Is het rood Epke Sonderland, blauw Arjan Robben, geel Jurie van Gelder of groen Martin de Groot? Wie zien we hier op de foto? Is het rood Epke Sonderland, blauw Arjan Robben, geel Jurie van Gelder of groen Martin de Groot? En het was Epke Sonderland. Turner Epke Sonderland. Dan gaan we naar de volgende vraag. Welk nummer staat op de auto van Max Verstappen? De auto van Max Verstappen staat nummer 33 rood, 55 blauw, 44 geel of nummer 22 groen. Welk nummer heeft Max op zijn auto staan? Je moet fan zijn van de Formule 1, wil je dit weten? Of fan van Max, of beide, en anders weet je het niet. Maar welk nummer heeft hij? En het is nummer 33, 3 al hem goed. En we zien in de standen Bonnie en Ronnie nog even erin moeten komen. Maar dat komt zo meteen helemaal goed. Hoe heet het wanneer bij hockey een bal tegen de voet komt? Is het pushen rood, flatsen blauw, shoot geel of voet groen? Hoe heet het als bij hockey een bal tegen de voet komt? Is het rood pushen, blauw flatsen, geel shoot of groen voet? Hoe heet dat? En dat is shoot. En dat had één iemand goed. En Bonnie en Ronnie, ze komen eraan. Ze gaan de rest inhalen. Uit welk land komt basketbal? Basketbal komt niet uit Nederland, maar uit welk land komt basketbal wel? Komt basketbal uit Duitsland, uit Spanje, uit Engeland of uit Amerika? Duitsland rood, Spanje blauw, Engeland geel of in Amerika groen? Oh, chips, ja. Ik zal het plaatje weghalen, sorry. Nou is die weg, nou kunnen jullie wel alles zien. Dat was niet zo handig dat die er nog stond. Gaan we naar de volgende vraag. Jullie allemaal op 4 goed? Dan zou ik mezelf ook nog iets hoger zetten. Dan zie je de score nog. Anders zie je de score niet eens. Nou, als het goed is moeten jullie nou alles zien. Hoe heet deze sport? Is dat rood horsey, blauw polo, geel military of groen horse hockey? Hoe heet deze sport? En dat was polo. En dan hadden 3 mensen goed. En de stand blijft een beetje bij de nummer 1 en 3 gelijk. Dan gaan we naar de volgende vraag. Triathlon bestaat uit 3 onderdelen. Uit welke 3 onderdelen bestaat de triathlon? Is het rood zwemmen, fietsen, hardlopen, blauw hardlopen, fietsen, skileren, geel fietsen, schieten, golven of groen zwemmen, paardrijden, fietsen? En iedereen had zwemmen, fietsen, hardlopen en had deze vraag goed. En Papi en Kokkie hebben al 3 antwoorden achter elkaar goed. Die zijn heel lekker bezig. En dan gaan we naar de volgende vraag. Hoeveel landen konden er per keer meedoen aan de FIFA Confederations Cup? Waren het rood 8, blauw 16, geel 4 of groen 32? Het toernooi wordt niet meer gehouden. Het is veranderd voor het WK voor clubteams tegenwoordig. Daan doet er 24 mee. Maar hoeveel landen konden er per keer meedoen aan de FIFA Confederations Cup? En dat waren er 8. Je had niemand goed, maar het waren 8 clubs. Maar toen al niet zoveel aan was en daarom is het gewoon afgeschaft omdat de landen niet mee wilden doen. Want de Europees kampioen, wereldkampioen moesten meedoen en die wilden niet eens meer. Dus daardoor is het toernooi niet meer doorgegaan. Welk paard van de onderstaande namen hoort bij Ankie van Kunstler? Die hadden jullie allemaal goed. Het was Bonfire. En dat was het paard van Ankie van Kunstler. Gaan we naar de volgende vraag. Uit welke sport komt de term okske? Is het rood boksen, blauw wielrennen, geel paardrijden of groen turnen? Uit welke sport komt deze term?
Het komt uit paardrijden. En al 3 mensen juist. En we zien wisseling in de stand. Jut en Jul gaan een kop. Dan gaan we de volgende vraag. Wat is geen officiële zwemslag? Is het borstkraal rood, rugkraal blauw, schoolslag geel of vlinderslag groen? Dan zijn we bij de volgende vraag aangekomen. Hoe vaak is Valentino Rossi wereldkampioen geworden? Is het rood 6 keer, blauw 9 keer, geel 5 keer of groen 8 keer? Hoe vaak is Valentino Rossi wereldkampioen geworden? Lastige vraag, maar hoe vaak is Valentino Rossi wereldkampioen geworden? Hij is 9 keer wereldkampioen geworden. En waarvan volgens mij om 6 keer in de 500cc klasse, in de zwaarste klasse. Maar ja, de volgende vraag. Wat is de bal die in werkelijkheid het grootste is? Is het rode handbal, blauwe pingpongbal, geel een tennisbal of groene squashbal? Welke bal is in de werkelijkheid het grootste? Rood een handbal, blauw een pingpongbal, geel een tennisbal. En iedereen had nog goed was. Natuurlijk een handbal. Netjes allemaal. En de volgende vraag. Voor hoeveel punten telt de normale score bij basketbal? Is het rood 1 punt, blauw 3 punten, geel 4 punten of groen 2 punten? Wat is een normale score bij basketbal? Voor hoeveel telt dit? Dat is voor 2 punten. Een punt bij basketbal, een normaal punt is 2 punten. Hoe heet de stok die bij biljarten gebruikt wordt? Bij biljarten gebruik je een stok om de ballen te stoten. En hoe heet die? Heet die een koeprood, een chat blauw, een keugeel of een poolgroen? Hoe heet de stok die bij biljarten wordt gebruikt? Dat was een keu. En we zien dat Peppy en Kokkie, die komen terug, want die hebben 3 antwoorden achter elkaar goed. Die zijn heel lekker bezig. We gaan naar de volgende vraag. En de vraag is, welke trui draagt de wereldkampioen wielrennen? Draagt de wereldkampioen wielrennen geel, rood, blauw, blauw, een regenboogtrui geel of een roze trui groen? Ik wil de kleuren opnoemen, maar als je dan geel-rood gaat zeggen, dan wordt het heel lastig. Dan struikel ik over mijn eigen woorden. Maar wat voor kleur trui draagt de wereldkampioen wielrennen? Wat voor trui? En dat is de regenboogtrui. Peppy en Kokkie hadden wederom goed. Die komen heel goed terug. Hoe wordt een ritueel genoemd dat Nieuw-Zeelandse rugbyspelers doen voor een wedstrijd? Is het rood een sanda, blauw een pukka, geel een hakka of groen een kanja? Hoe heet het ritueel dat Nieuw-Zeelandse rugbyspelers voor een wedstrijd doen? Ze met z'n allen bij elkaar staan, zo. Hoe heet dat? Wat is de juiste naam voor dit ritueel? En dat is de hakka. Peppy en Kokkie hebben wederom goed. We zien op de tweede plaats weer iemand stijgen, dus het gaat allemaal heel lekker. Gaan we naar de volgende vraag. Mag je met handbal de bal koppen? Is het rood waar, blauw niet waar? Mag je met handbal een bal koppen? En dat is waar. Eerst mocht het niet, maar die regels zijn een tijdje geleden aangepast. En tegenwoordig mag je met handbal een bal koppen. En Jut en Jul die komen naar plaats 2. Stijgen weer lekker. En dan gaan we naar de volgende vraag. Tegen welk land won het Nederlands vrouwenelftal de finale bij het voetbal? Was het rood tegen Engeland, blauw tegen Denemarken, geel tegen Amerika of groen tegen Zweden? Tegen welk land won het Nederlands vrouwenelftal die finale bij het EK voetbal? Dat was in 2017 alweer, een tijdje geleden. Tegen welk land was dit?
Het juiste was Denemarken. En tegen Amerika hebben ze de finale verloren in 2019. Wie is deze sportvrouw? Je ziet nou een foto. Wie is deze sportvrouw? Is het rood Kiki Bertens, blauw Nieke de Groot, geel Daphne Schippers of groen Sanne Wevers? Wie is deze sportvrouw die wil de foto zien? En dat was Daphne Schippers en die had iedereen goed. Lekker bezig. Hoe lang duurt de vrouwenvoetbalwedstrijd? Is dat 2 keer 30 minuten rood, 2 keer 45 minuten blauw, 2 keer 50 minuten geel of 2 keer 35 minuten groen? Hoe lang duurt de vrouwenvoetbalwedstrijd? En dat is 2 keer 45 minuten, want die duurt net zo lang als een mannenwedstrijd. Hoe noem je een slag bij honkbal waarbij de bal het veld uitslaat? Is dat rood een oudbal, blauw een home run, geel een hit en run of groen een powerball? Hoe noem je een slag bij honkbal waarbij de bal het veld uitslaat? En zo'n home run. Weer iedereen goed. En zien dat S is ook goed bezig aan de opmars. Drie antwoorden achter elkaar goed. Dit is Tess Wester die we op de foto zien. Welke sport beoefent ze? Beoefent zij zaalvoetbal rood, korfbal blauw, handbal geel of volleybal groen? Welke sport beoefent Tess Wester? Een beachvolleybalteam bestaat uit hoeveel personen? Een beachvolleybalteam bestaat uit 2-3 personen, uit 6 personen, uit 3-4 personen of uit 8 personen. Uit hoeveel personen bestaat een beachvolleybalteam? Een beachvolleybalteam bestaat uit 2 of 3 personen en hadden 2 mensen goed. Als je een Jut en Jul 7 antwoorden achter elkaar goed hebben, dus die doen het samen heel goed. Mike Powell heeft het wereldrecord verspringen. Hoe ver is dit record? Is dat 7,95 meter rood, 8,10 meter blauw, 7,80 meter geel of 8,95 meter groen? Hoe ver is het wereldrecord dat Mike Powell heeft met verspringen? Dat is 8,95 meter. Dat is gewoon gigantisch hoe ver dat is. En dat had S goed. Zie je loopt weer iets in op nummer 2. Welke sport beoefende de bekende basketballer Michael Jordan na zijn basketbalcarrière? Was het rood, baseball, NASCAR racer, blauw, American football geel of ijshockey groen? Welke sport beoefende Michael Jordan na zijn basketbalcarrière? Een geweldige carrière had hij wel een sportman, maar na zijn basketbalcarrière ging hij nog iets doen. En wat was het? Dat was baseball en had één iemand goed. Lekker, en dat is S weer. Die heeft hem wederom goed. Dan gaan we naar tennis. Wat was de bijnaam van Andre Agassi? Was het de Rebel Man rood, de Wild Thing blauw, de Las Vegas Kid geel of Rocky Racket groen? Wat was de bijnaam van Andre Agassi? De bijnaam van Andreas Agassi was Las Vegas Kid. Je zou het nu niet meer zeggen als je zijn haren ziet, maar een hele wilde haardos. Of ja, hij heeft geen haren meer, maar een hele wilde haardos. En daarvoor werd hij Las Vegas Kid. En allerlei fleurige bloesjes en zo, dat soort dingen. En daarvoor was hij de Las Vegas Kid. Bij welke sport spelen mannen en vrouwen in één team? Is het rood bij honkbal, blauw bij volleybal, geel bij handbal of groen bij korfbal? Bij welke sport spelen mannen en vrouwen in één team? En dat is inderdaad bij korfbal en iedereen heeft goed. Is waterpolo een Olympische sport? Is het een ja of een nee? Nee rood, ja blauw. Is waterpolo een Olympische sport? Ja, een waterpolo is tegenwoordig een Olympische sport. Niet altijd geweest. Tegenwoordig is waterpolo een Olympische sport. Welke van de volgende 4 termen komt niet voor in een dartsport? Is het rood een bullseye, blauw een bouncer, geel 180 of groen een turner? Welke term komt niet voor in de dartsport? En dat is inderdaad een turner, die komt niet voor in de
Dartsport. Jut en Jul, drie antwoorden achter elkaar goed. Lekker bezig. Bij welk onderdeel uit de skisport staan de meeste poortjes? Is het rood bij de slalom, blauw bij de afdaling, geel bij de reuzenslalom of groen bij de biathlon? Bij welk onderdeel uit de skisport staan de meeste poortjes? Dat is bij de slalom. Dan zie je Peppy en Kokkie en Bonnie en Ronnie hadden hem goed. En die pakken allebei mooie puntjes. Kitesurf is een watersport waarbij je voort wordt getrokken door een vlieger terwijl je op een plank staat. Is het niet waar rood of is het waar blauw? Kitesurf is een watersport waarbij je voort wordt getrokken door een vlieger terwijl je op een plank staat. Rood niet waar, blauw waar. En het was waar. En Bonnie en Ronnie maken een comeback en die hebben drie vragen achter elkaar goed. Bij welke sport sla je tegen dit voorwerp de foto aan? Is het rood bij tennis, blauw bij squash, geel bij badminton of groen bij paddel? Bij welke sport sla je tegen dit voorwerp aan? En dat is bij badminton. Wie werd in het jaar 2016 Europees kampioen voetbal? Was het rood Portugal, blauw Duitsland, geel Spanje of groen Frankrijk? Wie werd Europees kampioen voetbal in 2016? En het was Portugal. Bonnie en Ronnie 5 achter elkaar goed. Ze zijn echt heel goed bezig. Welke term komt uit het ijshockey? Is het rood poeling, blauw icing, geel pushing of groen buitenspel? Welke term komt uit het ijshockey? Ik zie vier termen, welke term is uit het ijshockey? En dat is icing. Die hadden drie mensen goed. Bij welke sport wordt het woord handicap gebruikt? Is het rood bij hockey, blauw bij golf, geel bij turnen of groen bij paardrijden? Bij welke sport wordt het woord handicap gebruikt? Dat is bij golf. En Peppy en Kokkie hebben 7 vragen achter elkaar goed. Die gaan ook wereldslekker. Bij welke sport horen de termen strike en spear? Is het rood bij paardrijden, blauw bij kegelen, geel bij bowlen of groen bij honkbal? Ik denk dat de twee antwoorden sowieso weg te strepen zijn. Maar welke van die andere twee is het dan? Hè? Welke van deze antwoorden is de juiste? En dat is inderdaad, dat is bowlen. We zien S, die komt terug in de game. Gewoon 3 vragen achter elkaar goed. En aan het volgende. We zien een foto en hoe noemen we deze sport in het Nederlands? Is het salto meren rood, turnduiken blauw, schoonspringen geel of duiken groen? Hoe noemen we deze sport in het Nederlands die je op de foto ziet? En dat is inderdaad schoonspringen. Peppy en Kokkie gaan al voor 9 vragen achter elkaar goed. Hoe noem je de volgende beweging die je ziet op de foto bij breakdance? Is het rood een head turn, blauw een head slide, geel een head spin of groen een head set? Hoe noem je deze beweging bij breakdance waarbij je op je hoofd staat en ronddraait? Hoe noem je dit? Ik zou het graag voor willen doen, maar dat gaat het niet worden. En het is een head spin. En zien dat Jut en Jul die komen ook netjes weer terug. Dan gaan we naar de volgende vraag. Hoe heet dit? Ik zie mensen ergens opstaan. Hoe heet dit? Is het rood paddelen, blauw surfen, geel kajakken of groen stand-up paddling? Het gaat erop wat de mensen doen die hier staan. Hoe heet het? Is het rood paddelen, blauw surfen, geel kajakken of groen stand-up paddling? En dat is stand-up paddling. En Jut en Jul hebben 4 vragen achter elkaar goed. De Olympische Winterspelen in 2018 werden in Pyeongchang gehouden. In welk land ligt de stad Pyeongchang? Is het rood in China, blauw in Japan, geel in Thailand of groen in Zuid-Korea? In welk land ligt Pyeongchang? Ik zou zeggen in welke stad ligt dit, maar dat wordt een beetje lastig. Het is inderdaad in Zuid-Korea. Nou, hadden 3 mensen goed. En Peppy en Kokkie lopen een beetje uit op Jut en Jul. En dan gaan we een foto zien. En de vraag is, wie is deze tennisster? Is het rood Madison Keys, blauw Venus Williams, geel Maria Sharapova of groen Serena Williams? Welke tennisster zien we hier op de foto staan?
Ik denk ook weer hier dat je twee antwoorden eigenlijk zo weg kan strepen. Maar zowel wie van de twee zusjes was het? En het was Serena Williams. Dan gaan we even een filmfragment kijken. En dan zien we iemand kogel stoten. En de vraag is, hoe zwaar is de kogel waarmee volwassen mannen kogel stoten? Is dat iets meer dan 7 kilo rood, ongeveer 5 kilo blauw, ongeveer 4 kilo geel, of is het iets meer dan 6 kilo groen? Hoe zwaar is de kogel waarmee volwassen mannen kogel stoten? Dat is iets meer dan 7 kilo en dan gooien ze nog die ballen zo ver weg. We zien dat Bonnie en Ronnie ook weer terug in de game komen. De volgende vraag gaat over voetbalclubs. En de vraag is, welke voetbalclub heeft het grootste stadion van Nederland? Is het rood Ajax, blauw PSV, geel FC Utrecht of groen Feyenoord? Welke voetbalclub heeft het grootste voetbalstadion van Nederland? Is het rood Ajax, blauw PSV, geel FC Utrecht of groen Feyenoord? Is het de Arena, de Galgenwaard, de Kuip of het Philipsstadion? Welke voetbalclub heeft het grootste stadion van Nederland? Dat is een Ajax met de Arena. We zien dat Jut en Jul die komen ook weer terug en die gaan nummer 1 aanvallen. Die willen de nummer 1 plaats hebben. Hoe heet dat houten staafje waar de golfers de bal vanaf slaan? Is het rode screw, blauw een bye, geel een tee of groen een hole? Hoe heet het houten staafje waar de golfers de bal vanaf slaan als ze beginnen met de slag? Hoe heet dit? Dat is een tee en die had iedereen goed. Het wordt dus heel spannend. We gaan nou naar de laatste paar vragen. En als Chris Froome is de winnaar van de Tour de France in 2014. Is het waar of niet waar? Chris Froome is de winnaar van de Tour de France in 2014. Is het waar of is het niet waar? En het is niet waar. Hij heeft de jaren ervoor had hij gewonnen en de jaren daarna. Behalve in 2014. En we zien dat Peppi en Kokkie lopen uit op Jut en Jul. En Bonnie en Ronnie scoorden ook punten. En dan de volgende vraag. En dat is de vraag. Uit welk land komt sprinter Usain Bolt? Is het rood uit Nigeria? Blauw uit Brazilië? Geel uit Jamaica? Of groen uit Amerika? Uit welk land komt sprinter Usain Bolt? Is het rood Nigeria? Blauw Brazilië? Geel Jamaica? Of groen Amerika? En Usain Bolt komt uit Jamaica. Jamaica had niet alleen een bobslee team, maar ook een renner die heel snel was. En we zien dat iedereen puntjes scoort. En Pepje en Kokje hebben vier vragen achter elkaar goed. En dan gaan we naar de volgende vraag. En dat is, wat is geen judo-term? Is dit een ippon, een wasari, een yuko of een doshi? Wat is geen judo-term? Dat is een doshi. Die heeft inderdaad helemaal niets met judo te maken. En dan zijn er drie vragen. Dus het gaat belangrijk worden wie deze gaat goed hebben en gaat winnen. We gaan een foto zien. En wie is deze schaatser? Is het Schelnuis, blauw Sven Kramer, geel Dardai Netab of groen Koen Verweij? Wie is deze schaatser? Is het rood Schelnuis, blauw Sven Kramer, Dardai Netab, geel of Koen Verweij? We zien pas op het laatste in met de hoofd, maar wie is deze schaatser? Ja, we zien dat hier iets vertraging denk ik in het internet zit, want Sven Kramer en twee hadden hem niet beantwoord. Dat is heel erg jammer. En daardoor lopen Papi en Kokkie een beetje uit. Maar we hebben nog twee vragen. En je gaat het ontspannen. Waarmee wordt een hole bij golf gemerkt? Is het rood met een vlagstof? Blauw met een banner, geel met een paal of groen met een mast? Waarmee wordt een hole bij golf gemerkt? En dat is met een vlagstok en die had iedereen goed. Dan gaan we naar de laatste vraag. En Peppi en Kokkie hebben 7 vragen achter elkaar goed. En de laatste vraag, dit is sporten met een bleed in plaats van een onderbeen. Aan welke Olympische Spelen deed hij mee? Is het rood Disabled Games, blauw de Paralympics Olympics, geel de Olympische Spelen of groen de Paralympics? Aan welke Olympische Spelen deed hij mee? En dat is inderdaad de Paralympics. En dan gaan we naar de eindstand. En gaan we kijken wie op plaats nummer 3 is geëindigd. Met 29.560 punten S. En op plaats 2 met 33.107 punten Jut en Jul. En op plaats 1 met 37.155 punten Peppi en Kokkie. Lekker hoor.
Heel goed bezig. En dan gaan we volgens mij nog onder in beeld krijgen wie nummer 4 en 5 zijn geworden. Of komt dat er niet bij te staan? Nee, dat komt er niet bij te staan. Nou, ik vond het in ieder geval super leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vergeet niet, als je het leuk vond, een duimpje omhoog te doen hieronder. Abonneer je op het kanaal. Iedere dag om 3:15 is er een quiz voor de kinderen. En s'avonds om 8:45 probeer ik zeg maar de komende 4, 5 weken, in ieder geval de quarantainetijd, ook een quiz voor de volwassenen te doen. Dus iedere dag 8:15, 3:15 is er een quiz. Ik hoop dat je het leuk vindt. Heb je leuke ideeën? Heb je thema's waar je een quiz over wil? Reageer je even in de chat, stuur een berichtje. En dan ga ik kijken of ik daar iets leuks van kan maken. Ik zeg bedankt voor het kijken en een fijne avond. Doei. Oeh, en nou moet die nog weg. Bedankt. Doei doei.